Dat moment dat je eigenlijk zo blij bent dat je eindelijk weg kan uit Glitzpit, omdat je het hier ondertussen wel gezien hebt, omdat je hier 20 battles hebt moeten doen alleen maar om een Crystal Star te vinden. Eigenlijk dus technisch gezien 21 battles, met Bowser niet meegerekend als dat 22 battles waren. En nog een paar andere random battles die er in één keer tussen kwamen, doordat we meer battles moesten hebben. Kunnen we hier alsjeblieft weg? Goedemiddag allemaal en welkom terug eindelijk bij een nieuwe aflevering van Let's Play Paper Mario met het thousandje door. Sorry jongens, ik heb het zo gigantisch druk gehad. Mijn excuses. Voordat ik deze aflevering ga beginnen, heel eventjes kort. Er zijn een paar comments geweest. De laatste die ik heel eventjes heb gevonden omdat het een lange opnamesessie is geweest, is van Lotte Korver. Die komt nu eventjes in beeld. En ja, de andere, sorry, maar het is lang geleden dat ik een opnamesessie heb gehad. En deze die stond het meest recent er heel eventjes bij. Dus jullie ook enorm heel erg bedankt. Maar ik ben hier een startpiece vergeten. Jongens, ik vind het nog steeds heel erg geweldig. Als jullie dat melden, nogmaals, de comment die ik selecteer is of de eerste of random. Ik wil jullie daar allemaal voor bedanken, maar ja, ik hoop ook dat jullie het posten niet om in beeld te komen, maar om inderdaad de serie een beetje te helpen. Want jullie zijn allemaal awesome, of jullie nou in beeld zijn of niet. Jullie laten al een comment achter en daardoor vind ik jullie al awesome geweldig en noem maar op. Dus doe net zoals Mario ook een like achterlaten, maak jullie nog geweldiger. Jullie zijn awesome. Goed, in ieder geval genoeg slijm. We zijn klaar in de Glitzpit. Dat is eventjes het allerbelangrijkste. En ja, nou gaan we naar een bepaald punt in het spel. Wat ik eigenlijk altijd doe rond dit. En dat is ja, terug eigenlijk naar de Crystal Stars gebeuren. En dat gaan we nu allemaal doen. Een beetje storyline. Maar ik wil eerst eventjes met jullie eventjes praten waarom dit is zo lang voordat het deze serie weer verder gaat. Het punt is, ik doe opnamesessies. Opnamesessies die doe ik gewoon op een dagtijdstip. Normaal gesproken tussen 1 en 3 of 1 en 5 ligt eraan hoe lang dat ik de tijd heb om op te nemen. En dan later doe ik de video's bewerken en dan komen ze er dus uit en dan upload ik ze en dan komt er gelijk een thumbnail bij en heel dizzy. Nu komt er echter het probleem bij. Het is vakantieperiode, iedereen is op vakantie. Ik zelf heb geen vakantie. Ik werk ondertussen non-stop door, zo erg is het ondertussen bij mij. Dus helaas, jammer genoeg, ik heb geen vakantie. Buiten YouTube, want ja, jullie weten het, ik doe meer als alleen YouTube. En waarom werkt mijn C-knop niet? Waarom werkt mijn C-knop niet? Wat is dit mijn C-knop? Ah, dit is mijn C-knop. Oké, even kijken, wat wil ik doen? Oh ja, ik wil eventjes mijn party even wisselen. Maar ja, ik heb dus gewoon buiten mijn YouTube, laten we Livion erbij gooien. Werk dus buiten YouTube, werk ik natuurlijk ook, want ja, YouTube, het is een hobby. Of het is eigenlijk iets wat ik voor fun doe, het is niet dat ik een mailtje krijg, dat is altijd leuk. Consalas, je krijgt een nieuw e-mail. En ik ben zo blij dat ik jullie echt een karakterstem heb gegeven, doordat ik jullie stemmetje makkelijker vast kan houden. There's Mario, I have uncovered something terrible. These things, the X-Nut, they're planning to take control of the world. It's too that... It's to the end of that they are searching for the Crystal Stars. I still don't know what the Crystal Stars do, but you must try to get them all. I will gather what information I can. Princess Peach. Does this wanna rule the world? That would stink! Inderdaad, Leafion, dat zal stinken. Maar goed, in ieder geval, wat ik dus wou zeggen, eventjes weer terug. Zo gaat mijn opname. Op het moment moet ik heel even 's nachts werken. En jij hebt een cherry naast je, een cherrybom. Vind ik eigenlijk best wel grappig. Zeg het eens. Well, Mario, I got my second piece of that marvelous compass at the Plaza Valley recently. Oh boy, I really got my hands dirty on that one, I tell you what. Jij klinkt totaal niet als Luigi op het moment. Okay, it was pretty wild, bro. Wanna hear what happened? It's a pretty long story. Nee, dat zou ik laten doen. Of ik zou jullie gewoon het verhaal laten lezen of proberen het voice te acten. Dat zien we allemaal nog wel, maar... In ieder geval, om terug te gaan over mijn opnameschedule. Ik moet nu opnemen, I kid you not. Het is nu op dit moment 7:30. 's Avonds. Niet 's ochtends, 's avonds. En ik ben pas net begonnen met mijn opnamesessie. Omdat ik weer 's nachts moet werken! Ik moet zoveel werken, tot ik dus bijna niet aan de opnames kom. Heb ik hier alles al ondertussen een beetje gehad? Ja, we hebben nou de hoverability, dus we kunnen nou heel eventjes iets anders pakken. Maar dat is dus het grote probleem. Ik moet dus constant eigenlijk een manier zien te vinden om dus toch op te kunnen nemen. Trouwens, dit kunnen we nou wel heel eventjes doen. En alles moet ook nog eens in een keertje geëdit worden. En volgens mij ligt hier ergens een startpin. Oh nee, die ligt hier boven, denk ik. Maar volgens mij kunnen wij hier ook nog niet echt iets. Ik ben de laatste tijd weer Paper Mario aan het spelen. Of Mario en Luigi's aan het spelen. Paper Star. Op de DS. En nou
heb ik die controls in mijn hoofd. Dus dat is niet echt handig. In ieder geval, we hebben een start, please. Maar... ja, daarom gaat het dus ook zo extreem traag met... nou ja, sowieso zal dat heel erg traag gaan. Nog een starpies. De hardcore serie, want daar hebben jullie echt heel erg veel vragen naar. Nogmaals bedankt voor. En volgens mij... nee? Zat die niet in? Ja, ik zie daar ook wel een shine zitten. Daar niet van, maar heb jij te zeggen. Good afternoon, dear sir. I'm Coach Swifty, the surfing minstrel. I spend my days here in lecture, spinning tales that spin the senses. I know but a few of the stories that surrounded the town of Rockport. If you like, I can share them with you. But it will require just a few coins. If there is a tale you want to hear, these are the tales I can tell you now. Nee, dank je. Ik bedoel, je kunt daar wel verhaaltjes lezen, maar ik bedoel, het is ondertussen al... ik moet echt stoppen met hamer te gebruiken en de hele tijd denken dat ik dus Livion zou kunnen laten springen. Maar volgens mij hier ergens achter... zit hier niet ergens een starpiece? Misschien? Heel stiekem. Ik vind het wel grappig hoe dat daar ook weer echt van die ramen zitten die we dus niet kunnen zien. Maar ja, dus nogmaals mijn excuses daarvoor jongens. Maar dat is dus echt de reden waarom dat het maar zo ja, tot mijn kanaal een beetje... aan de traag kan nou eens op het moment met uploads. Ik heb het gewoon heel erg druk. Evenementen die zitten ook ondertussen. Ieder weekend heb ik ondertussen wel weer een evenement te pakken. René Karts, daar ga ik weer naartoe. Om precies te zijn. Nou ja, dat hebben jullie al bij die unboxing gezien. Aankomende zaterdag voor mij op het moment. Of je kijkt er 2 weken later en heb je echt zoiets van... ah, je ligt! Je snapt wat ik bedoel. Dus ja, druk, druk, druk. En dan doe ik het weer. Ik ben niet Paper Mario... Jam, Mario & Luigi, Paper, ik weet niet eens hoe dat de titel is. Het is voor mij te vroeg, slash te laat, want vergeet niet, ik ben nou net een uur... oh ja, we... kunnen we... volgens mij kunnen we die shine nou pakken. Ja, die kunnen we nou pakken. Deze ruimte waar we nou in gaan, dit zijn shortcuts naar de werelden waar we al geweest zijn. Dus, deze switch willen we raken. En eentje die gaat, als het goed is, naar de Boogly Woods. Waar dat we dus Punio hebben gehad. En de andere die gaat naar... oh, hoe heette die valley ook alweer? Waar Hooktail zat. En daar gaat de andere Warpipe naartoe. We hebben daar nou eigenlijk niks te zoeken. Dus daarvoor ga ik nou niet die kant op. Dus ja, ik wou wel heel eventjes laten zien dat het daar zat. En we hebben dus de shine te pakken gekregen. En dat is altijd heel erg handig. Ook weer een voordeeltje. We hoeven ons niet meer moeite te doen om elke keer daar de airplane te pakken. Want we kunnen nou deze aan de kant gooien. En verderie! Hier zit nog een starpiece ook nog eens een keer. Maar goed, we hebben een... ja, we hebben dus een star. Dus een crystal star. Die hebben we in de vorige aflevering. Wat ondertussen bijna een... paar weken geleden is. Hebben we dus gevonden. En nu is het dus tijd om... ja. Cutscenes! Oh nee, we hebben dit, deze chapter. Ook dat nog. Wat een mooie rode ster. Nou ja, ik moet zeggen dat de rode ster er eigenlijk best wel erg gaaf uitziet. Location of the crystal star is being recorded on your magical map. Even mijn neus krabben. Aan de kaart. Hey. Dat shows... that shows where the fourth crystal star is. Can't that frankly guy read it? Hoe weet jij wie Frankly is? That would be cool, but first we better tell him about Princess Peach Shamrock's up, right? Inderdaad, lijkt me een heel goed idee, dus... Frankly, oh ja. Hoera, brothers, shut up! Dat was Frankly. Ik weet niet wat voor een geluid ik dan maakte, sorry daarvoor. What? Oh, ik ben zo blij dat mijn buren op vakantie zijn. Die zouden echt zoiets hebben van, echt serieus, zo laat nog? That group that kidnapped Princess Peach is bent on a total world conquest? You got that right. That's why those jurors need the legendary treasure. This doesn't bode well. The situation has gotten far more serious than I thought. Let me bring you up to speed. I've been researching just what this treasure could be. One book I came across held to what I thought was preposterous theory.
This book claimed that the treasure was in actually the Great Cataclysm. The very cataclysm that, 1,000 years ago, sank the town on the ground. So these jerks think the power of that cataclysm will help them rule the world? I can't say for sure they will do or why, but we must consider the possibility. Now that things have come to this, we mustn't let them near the legendary treasure. That's all that matters, because if they do get it, then once again, this town... No, the entire world could be destroyed. Then out with it, Prof. We gotta find the next Russell Star, super quick. According to the map, it appears that the next crystal star is in Twilight Town. Twilight Town? Twilight Town. To tell you the truth, I don't know much about this place myself. Only rumors. I have heard that, as the name implies, it's particularly dim and eerie there. Wait just a moment. Je pakte geen boek. We zagen net clearly dat je geen boek... Maar ja, je pakte in één keer een boek. Aha! There appears to be a pipe to Twilight Town somewhere here in Roughport. I do believe it's somewhere underneath the west part of town. Yes, definitely. If you get stuck for any reason, come back and see me again, okay? Under the ground in the west part of the town. Check. Gotcha, Prof. Come on, Gonzales. Let's go. Time to break out. Nou, eigenlijk een grappige fun fact ook over de naam Gonzales. Ik heb hem aan een evolutie gegeven. Dankjewel dat ik een e-mail heb gekregen. Dan gaan we wel heel eventjes naar die e-mail kijken, waarom ook niet. Important things! Wat hebben we nou weer? Koepie koe, I miss you. Team Mario and Koops, I hope you two are doing okay. I have to admit, with Koops gone, I haven't been doing very well. I get lonely, and I go into Koops' house, and I smell that Koops smell. I guess it's your cologne or whatever. But it makes me so sad. I've gotten used to your smell, Koops, and the thing is, you're that Kooply has his own smell, and it's weird. I think maybe it's the smell of Hooksville's gut. That's disgusting. Now I gross myself out. Yeah. Oh, and since he's gonna be my dad too someday, I better get used to that smell, huh? Oh, what am I writing? I'm so embarrassed. But I'm sending this anyway. Love you, Koopy Koo. Ah, ze hebben een relatie. Tenminste, daar ga ik wel vanuit of zoiets. Dus, ik bedoel, vergeet niet. Koopy Koo heeft wel onze vriend Koops aangevallen. Met een idee wat... Maar goed, in ieder geval, andere story. Ik heb dus Gonzales... hoi. Het zijn niet al iets nieuws te melden? Nee. Hebben we trouwens... Wat voor items hebben we? Want het is te lang geleden dat ik eigenlijk heb opgenomen. Ik weet dat we heel goede badges... Oh, we hebben nog 3 badge points zelfs open. Interessant. Even kijken. We hebben Party. We hebben Livion. Oké. En we hebben maar een Fresh Juice, een Shroom Fry en Live Shroom. Ja, voor hetgene wat ik eigenlijk wil gaan doen in deze aflevering. Wat hebben we in storage? Withdraw. We hebben een mushroom. Die kunnen we even meenemen. De super mushroom. Ja, die vind ik een beetje te duur om daar eigenlijk mee te nemen. Ik bedoel... Ze zijn handig, maar... Dan ga je iets nieuws te verkopen misschien. Double pain. Lachen. Jam and Jelly 120, die kun je maar ergens anders kopen voor 100. Dus dat is hier niet echt handig om deze hier te kopen. Shooting Star. Die wil ik eigenlijk best wel eigenlijk eentje meenemen. Hij is best wel expensive, 36 coins. Maar we hebben coins genoeg en de plek waar dat we naartoe gaan... Ja, daar komt het eigenlijk best wel goed van pas. Dus dat willen we zeker doen. Goed, in ieder geval, ik heb dus een evolutie, heb ik Gonzales genoemd. Ik ben een beetje ook op hidden abilities gegaan voor evoluties. En ben ik erachter gekomen dat Jolteon eigenlijk een hele goede hidden ability ook heeft. Maar dat meer in een Pokémon Let's Play misschien ooit is, die informatie. Maar daar ben ik dus achter gekomen. In ieder geval, we willen heel eventjes deze shop binnengaan. Want hier kunnen we dus deze shroom kopen. En live shrooms eventueel. Live shroom vind ik een beetje te duur, 50 coins. Maar een super shroom, daar wil ik er wel 2 van hebben. Yay! En dan krijgen we nog een normale super mushroom er nog eens een keer gratis bij. Dus eigenlijk hoef ik er nog maar 1 te hebben. Oké. Nou, we doen het gewoon hiermee. Want wat ik van plan ben is, ik wil naar de Pit of 50 Trials. Ja, jullie horen het goed. Niet de Pit of 100 Trials. De Pit of 50 Trials. Hallo. Mag ik al eventjes de Daily Lottery? Nee. Ik wil geen different lottery hebben. Dus...
Eens even kijken, wat hebben we voor winning nummer? 9920. We hebben helemaal niks goed. Yep, no matches. Maar ja, als het goed is krijgen we dan nog een gratis mushroom en dat is altijd handig. In ieder geval, waarom zou ik de Pit of 50 Trials op dit punt als ik chapter 3 heb gehaald? De ster die we hebben gekregen, die kan ons zeker helpen met wat we dus van plan zijn. Plus we kunnen nog hele leuke level-ups gaan krijgen. Dus ja, raad ik dus aan om dus nu naar de Pit of 50 Trials te gaan. Omdat reward 10 tot en met 50 eigenlijk best wel goed is. In ieder geval, hier hebben we nog een extra warpipe. Die leidt ons naar beneden toe. Dit is de warpipe volgens mij die we moeten hebben. Yep, dat is de warpipe die we moeten hebben na chapter 4. Maar daar gaan we dus nou nog niet naartoe. Dus we gaan naar beneden toe. En ja, oké. Okay. We zitten al 15 minuten in deze aflevering in verband met heel erg veel uitleg. Nogmaals mijn excuses daarvoor. Maar ja. Ik denk dat ons... Ja, voorbereidingen gewoon daarvoor. Ik bedoel, we hebben een beetje stories. Ik weet dat deze aflevering een beetje aan de korte kant is. Met voornamelijk ook de uitleg waarom dat het zo lang duurt voordat er afleveringen naar buiten komen. Dus nogmaals mijn excuses daarvoor. Ik probeer het best te doen. En geloof me, deze serie gaat niet hetzelfde lot krijgen als Terraria. Dus Terraria vind ik echt heel erg vervelend. Maar ja, dat, het is ook een random game. En ook absoluut je geen zorgen maken over of datzelfde lot gaat gebeuren bij... De hardcore serie die is veel te leuk daarvoor. Dus daar ben ik echt niet van plan om de hardcore serie inderdaad ook in een dat te laten vallen. En ik heb echt geen idee waar ik naartoe loop, jongens. Oh, dit gaat zo de verkeerde kant op. Ik wil niet mee afvechten. Maar waar ik wel eventjes naartoe wil, dat is... Volgens mij was het Maxeur. Weten jullie die bonus die je af en toe kan krijgen? Ik denk dat het ondertussen wel even tijd is om die te refreshen. Ik ken hier niet op. Om die heel eventjes te refreshen, want... Kan ik jou even hier naartoe lokken, zodat ik... Oké, kom hier. Haha. Doei! Ik negeer jou gewoon helemaal. In ieder geval die effecten, die bonus effecten die je elke keer krijgt op het eind van de battle. Dus Zie jullie daar! Terug op Point of Interest. Joepie, hier wouden we eigenlijk dus naartoe. Goed. Nou ja, jullie weten dus in ieder geval dat de volgende aflevering gaat beginnen met de Pit of Doom. Oftewel de Pit of 50 Trials, zoals dat ik hem nou noem. Het is oorspronkelijk de Pit of 100 Trials, maar ja, je kunt elke 10 Trials kun je dus weg. Ja, Fortune. Ja, dat willen we zeker doen. We willen de Special Pad, want die gaat ook het langste mee. En die willen we zeker hier even refreshen voor. Dus ook al is hij nog niet helemaal uitgewerkt. Ik wil niet dat hij in één keer dadelijk al op Room 5 bijvoorbeeld kan uitwerken. Ik weet niet hoe lang dat zal altijd duren. Maar voordat ik de Pit of 100 Trials inga, doe ik altijd dit eventjes. In ieder geval, Pit of 100 Trials heeft dus sterke vijanden. Elke 10 rooms krijg je een reward. En heb je de kans om de pit te verlaten. Er zijn geen save-functies in de Pit of 100 Trials. Ga je door, kom je daar een te sterke vijand tegen en je kunt hem niet aan, dan is het game over en dan moet je weer terug naar je vorige save-punt. Dit kan heel erg frustrerend zijn als je bijvoorbeeld floor 99 hebt gehaald, want je kunt nergens daartussen in saven. Er zit geen save-functie ergens tussenin. Er zit af en toe wel eens dat je een paar floors kan skippen, wat een beetje op Bubble Bobble lijkt, een NES-game die ik vroeger nogal vaak gespeeld heb. Maar, er is dus geen mogelijkheid om dat te saven. En je zou eventueel via, en als je dus bijvoorbeeld op emulator zou gaan spelen en noem het maar op, zou je het kunnen doen. Ga ik niet doen. Wij spelen gewoon zoals dat het hoort gespeeld te worden. Want ja, ondertussen heeft iedereen door dat het op een emulator is, omdat de kwaliteit dan gewoon veel beter is. Maar nogmaals, jullie weten hoe dat ik over emulators denk. Je kunt ze gebruiken, maar zorg er wel voor dat je het spel oorspronkelijk hebt, want anders foei, stoute jij. Laat ik het daar gewoon op houden. Goed, in ieder geval, ik loop naar de Pit of 100 Trials toe. En ik dank jullie dan voor het kijken naar deze video. In de volgende aflevering zal ik zeker nog een keertje uitleggen hoe dat precies allemaal te werk gaat. Wat we dus allemaal in de Pit of 100 Trials gaan doen. In ieder geval, sorry voor een beetje een rommelige video. Maar ik wou toch heel eventjes out of the way hebben wat de bedoeling was. En ja, daardoor heb ik eigenlijk helemaal niks geknipt. En nou ja, één knip. Heb ik een beetje uitgelegd hoe dat de situatie hieruit erin zit. Dus ja. Volgende keer gaan we dus de Pit van 100 Trials doen. Ik dank jullie voor het kijken. Heb je nog vragen? Leukste momentje? Nou, dat betwijfel ik, want het is eigenlijk meer geleuter geweest. Nou ja, misschien dat voice acting leuk was. Laat het zeker weten in de reacties als je daar de tijd voor hebt. Nogmaals, ik vraag het niet vaak, maar laat een like achter als je dat... ja, want zo werkt YouTube de laatste tijd, helaas. Dus ik dank jullie voor het kijken. En nou, tot de volgende aflevering. Dan gaan we in de Pit of 100 Trials. Help!